snel lopend, ja, goed gekleed en een niet-Nederlands uiterlijk. Eindhoven Airport in 2018. Ik kwam uit Rome. Mijn eigen stad kwam ik aan. En ik keek al voor me en ik zag dat er eigenlijk geen controles waren. En iedereen kon gewoon doorlopen. Maar toen ik aan de beurt was, toen werd ik staande gehouden. Toen ik omdraaide, toen zag ik dat nog steeds alle witte mensen konden doorlopen. Maar ik zag dat er een donkere vrouw staande gehouden werd. En later een donkere man die helemaal niet op mij leek. En ik heb dus vragen erover gesteld. Vragen gesteld aan de Marseille-ambtenaar op dat moment. En die vertelde mij dat ze op zoek waren naar criminelen en op zoek waren naar vreemdelingen. Uiteindelijk kwam ik er dus achter hoe ik eruit zie. Pak aan, netjes enzovoort. En vanwege mijn huidskleur, dat je tot een bepaalde profiel behoort wat je extra verdacht maakt. En daar heb ik een klacht tegen ingediend. Ik heb met een klachtenbehandelaar gesproken van... Marseille zelf. Ik heb met een aantal mensen die wat op een hoge leidinggevende functie hebben gezeten, heb ik ook weer een gesprek gehad. En zelfs nadien heb ik nog gesprekken gevoerd met de allerhoogste top van binnen de Koninklijke Marseille, maar ook dat heeft weinig uitgehaald. Ja. En er zijn kamervragen gesteld, ook dat heeft weinig uitgehaald. Er zijn heel veel dingen gedaan. Je hebt echt heel veel stappen eigenlijk doorlopen en ondernomen. Om te kijken of kan het beleid bij de Koninklijke Marseille veranderd worden. Dan stuit je op de situatie dat de overheid gewoon zelf zegt dat etniciteit meegenomen mag worden in die selectiebeslissingen en in die risicoprofielen. Dus dan blijft er weinig anders over dan via een rechtszaak proberen af te dwingen dat de Marseille daarmee stopt. Wat Van Mepantu aanstipt, er is al heel veel gebeurd. En dat is tegelijk ook het problematische van wat er nu eigenlijk voor ligt. Ik bedoel, artikel 1 grondwet is misschien wel het meest bekende grondwetartikel. Iedereen neemt het in de mond. Alle ministers. Nou, er is werkelijk niemand die expliciet zegt dat er etnisch profileren mag. En hebben wij tot onze eigenlijk verbijstering gelezen dat ze vinden dat etniciteit mee kan worden gewogen. Dus iemands uiterlijk voorkomen, iemands huidskleur kan worden meegewogen in een besluit om die persoon staande te houden. Terwijl er dus geen enkele verdenking is en geen enkele relatie met een specifiek... Strafbaar feit. Het kabinet, de minister van Justitie, de minister van Defensie, zij moeten uiteindelijk de norm stellen en uitdragen. De regel moet gewoon kennelijk veel duidelijker zijn en die wordt dus onvoldoende gesteld door de verantwoordelijke autoriteiten en vandaar dat we dus naar de rechter gaan. Waar het ook over gaat in de dagvaarding en is inderdaad, mag etniciteit één van de onderdelen zijn, één van de indicatoren in een risicoprofiel, of mag het één van de redenen zijn voor een selectiebeslissing? De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan, dat heet de dynamische verkeerscontrole. Mm-hmm. Een uitspraak van 1 november 2016. En dat is een vervelende uitspraak. Ik ben het niet eens met die uitspraak, maar het is wel de Hoge Raad der Nederlanden, onze hoogste civiele rechter, die uitspraak heeft gedaan. En dat gaat precies over dat etnisch profileren. De Hoge Raad heeft gezegd dat je die etniciteit niet op zichzelf mag gebruiken bij de controle, maar wel in combinatie met andere factoren. Ik denk dat als je onderscheid naar etniciteit maakt, dat kan heel soms gerechtvaardigd zijn, maar dan moet je een objectieve rechtvaardiging hebben. Dat is een zwaarwegende toets. En die toets heeft de Hoge Raad niet uitgevoerd. Ze hebben gezegd dat mag in combinatie. En daarom vind ik het een nare uitspraak die belemmerend werkt, maar waar natuurlijk wel op teruggevallen wordt. In de beantwoording van de Kamervragen door de minister, daarin wordt eigenlijk ook aangegeven dat het uiterlijk voorkomen, waaronder etniciteit, dat kan een onderdeel uitmaken van een risicoprofiel, ja, maar altijd in combinatie met inderdaad andere objectieve indicatoren. Nou ja, dat is die lijn volgen van die uitspraak van de Hoge Raad, ja, waarin gezegd wordt dat mag. En ja, je kan op verschillende manieren nog naar die uitspraak kijken, maar dat staat er toch echt wel in. Ja. De Hoge Raad uitspraak noemen we ook. We zien daar wel ruimte in. We zien dat de Hoge Raad in een overweging ter overvloede zegt, hè, het is in elk geval verkeerd om iemand te stoppen als er alleen op etniciteit gecontroleerd wordt. Of als etniciteit in overwegende mate bijdraagt. Aan de beslissing. Als er iemand een misdrijf heeft gepleegd en die persoon had een donkere huidskleur en een rood trainingspak aan, dan mag de politie of de Koninklijke Marechaussee aan de hand van dat signalement mensen stoppen en kijken of is dat die persoon. Ja.
een risicoprofiel is wat anders. En bijvoorbeeld bij Mpanzu, zijn zaak was het zo dat de koninklijke marechaussee informatie had dat er Nigeriaanse geldsmokkelaars vanuit Italië naar Nederland komen. En op basis daarvan was het risicoprofiel opgesteld snel lopend, ja, goed gekleed en een niet-Nederlands uiterlijk. En als je dan kijkt wat er gebeurt in de praktijk, dan wordt Mpanzu uit de rij gehaald. Maar een wit iemand die snel loopt en goed gekleed is niet. En dat laat eigenlijk zien dat etniciteit altijd een factor van doorslaggevende betekenis is. Wat ook nog belangrijk is bij de risicoprofielen, is wat je eigenlijk doet, is dat je de kenmerken van een bepaalde groep, dus ook al is het zo dat er heel veel Nigeriaanse geldsmokkelaars vanuit Italië naar Nederland komen, dat betekent niet dat elke Nigeriaan of iedereen die eruit ziet volgens de koninklijke marechaussee als een Nigeriaan ook daadwerkelijk een geldsmokkelaar is. Als je dan één iemand wel stopt op basis van die kenmerken die hij deelt met die groep, dan is dat stereotyperend en dus discriminatie. Ik volg die redenering zeker. Zoals ik al aangaf, ben ik ongelukkig met de uitspraak van de Hoge Raad. En je ziet in de rechtspraak, we hebben een Europees Hof voor Rechten van de Mens. En misschien eindigt deze zaak daar ooit nog een keer. Hopelijk is het niet nodig, maar dat zou zomaar kunnen. We moeten eigenlijk proberen om Defensie eerder te overtuigen dat dit beleid onverstandig is. Als hoogleraar ben je wel ervan overtuigd dat etniciteit niet onderdeel zou moeten zijn van de risicoprofiel? Nee, op deze manier kan het niet. Okay. Nee, zonder meer. En dat moet er denk ik ook gewoon succesvol uitkomen aan het eind van de rit. Ja, ben ik wel van overtuigd. Dat komt er wel uit. Ja. Oké. Okay.